Om daar bovenuit te komen, dat begrijpt u wel. Politie ter plaatse zoekt zo snel mogelijk contact met het incident, waar het met name natuurlijk gaat om het slachtoffer, om zoveel mogelijk het beeld te krijgen van hoeveel slachtoffers. En wat wij daar heel erg in geïnteresseerd in zijn, is vooral het kenteken van het voertuig. Het kenteken is namelijk bepalend. We werken met een Europees systeem waar we kunnen zien waar de airbags en andere zaken als het gaat om de gevaren van de auto's in zitten. Die eigenlijk voor uw veiligheid en voor uw comfort zijn, zijn dat voor ons belangrijke zaken. Het kenteken wordt nu door de collega van de politie doorgegeven aan de meldkamer. Victor Tango, X-ray Lima. Dankjewel en onderweg. Los van wie de eigenaar van de auto is, kunnen we nu meteen zien wat, waar de airbags, waar de toegangsmogelijkheden, maar ook waar de gevaren zitten in de auto. Er wordt aangegeven dat hij bepaalde kwaliteit van stabiliteit heeft, maar heeft last van zijn nek wordt doorgegeven. Dat is belangrijk natuurlijk voor de ambulancedienst en hiermee wordt ook bepaald. De brandweer is ter plaatse, heeft inmiddels in het computersysteem opgezocht wat voor voertuig het is, welke toegangmogelijkheden. De eerste aankomende persoon met de koffer zoekt contact met het slachtoffer. Belangrijk is dat er zo snel mogelijk iemand contact houdt met het betrokken in de auto. En er zal ook iemand gaan plaatsnemen in de auto om met name de stabiliteit, het stabiel houden van bijvoorbeeld de nek, om te voorkomen dat we ernstige klachten krijgen. Bevelvoerder met de rode helm heeft de computer bij hem waar alle auto's van de wereld in staan. Op alle kentekens waar we precies kunnen zien waar de toegangsmogelijkheden, waar de beperkingen en de manier van aanpak staat. Dat is inderdaad een enorme winst voor de hulpverleners als het gaat om snelheid. U ziet dat op dit moment het voertuig natuurlijk instabiel op zijn kant ligt. En met name met deze, ik noem het maar even met deze lange stangen, gaan we met de Stabivast gaan we hem stabiel maken. Dat doen we aan twee kanten. We douwen hem op de grond, aan de andere kant ook. En op dat moment kan het voertuig niet meer bewegen. Waarom is dat belangrijk? En dat gaat met name even, het gaat om het slachtoffers. Dus alles wat beweegt aan de auto betekent de verslechtering van de kwaliteit, van de gezondheid van de slachtoffer. Er is overleg tussen de politie en de brandweer als het gaat om wat ze aangetroffen hebben. En met name om te kijken, plan de campagne. Belangrijk is nu dat de gegevens even aan de meldkamer doorgegeven worden. Ja,
Spieren wordt op dit moment gered door de brandweer. We willen met de voeten afdoen. Voor de handen is zacht op het ABCD even dit op dit moment. Het gaat over klachten in de nek. Aanrijroute voor de ambulance. Hier een kameling onderweg over. Er worden nu, voor zover u kan horen, gegevens doorgegeven over de stabiliteit van de slachtoffer. Dat is belangrijk voor de ambulance. Er wordt ook gevraagd of er iemand bekend is met de omgeving. En we hebben inmiddels bekend waar, waar de auto benaderd moet worden. Oké, jongens, even voor jullie. VMS in de auto aanwezig. Twee gordelstangers. Versteviging in de deuren. Niet in het dak. Wat dat betreft zouden jullie het dak kunnen gebruiken vooraan voor een dakomslag af. Met die gegevens die uit het voertuig komt en de ligging wordt nu een plan bepaald hoe het voertuig moet worden opengemaakt. De man met de gele helm die in de auto zit zal contact houden met het slachtoffer. En waarom doen we dat? In verband met de stabiliteit. Maar we gaan ook het slachtoffer constant vertellen wat we aan het doen zijn. Zodat er geen schrikreactie als we zometeen gaan knippen of als er een ander geluid is. Bij onderzoek in het verleden heeft opgewezen dat met name het meenemen van de traumatische ervaring voor het slachtoffer ook veel meer rust geeft om later de verwerking te kunnen doen. Essentieel is natuurlijk dat het plan nu gemaakt wordt. Dat wordt door de man met de rode helm samen met de gele helmen. Er wordt een plan gemaakt. Hoe gaan we de persoon bevrijden? Op basis van de risico's die het slachtoffer heeft, ziet u dat er voor u geen kunt zien. Op dit moment om het stuur wordt een hoes geplaatst. Ik kon niet graag op het woord komen. Een hoes, en met name die hoes is gebaseerd en bedoeld om de airbag die in uw stuur zit, om die tegen te houden. Stel nou dat we nu toch onverwachts een beweging of stroom krijgen, dan zou die airbag nog kunnen afgaan. En dat betekent een risico voor het slachtoffer, maar zeker ook een heel groot risico voor de hulpverleners. En met die spanner die we er nu omheen hebben zitten, die zak, kan dat niet meer plaatsvinden. Ja, we gaan nu even knippen en scheren, noemen wij dat altijd. Met een hele grote schaar gaan we ruimte maken om het dak vrij te maken, om die zo te kunnen openmaken. En dat doen we samen. Daar zit een enorme kracht op. Dat is 30 tot 40 ton kunnen we daarmee knippen of snijden. En dat gaat allemaal stap voor stap en rustig aan. Want het is natuurlijk van belang dat het veilig gebeurt, maar dat ook het slachtoffer goed meegenomen wordt in de risico's en de mogelijkheden. En u ziet het ook, de voertuig staat dusdanig stabiel, wie er ook op dit moment opklimt. Het beweegt niet, het staat goed vast. En de slachtoffer merkt er op dat moment dan ook, met de halve letsel natuurlijk, want die heeft geen extra risico's meer. En zit daar dan ook veilig in de auto. De ligging van de auto's zijn niet altijd de makkelijkste klusjes voor de hulpverleners, hè, want ze leggen er natuurlijk nooit bij zoals we dat graag zouden willen. En dat bepaalt natuurlijk ook dat we onze mensen vooral ook met hun eigen inzet, warme pakken aan en veiligheid moet natuurlijk ook af en toe even afgelost worden. Zodat er niet steeds één man of twee man met dezelfde klus bezig zijn. Zodat we ook de energie en de krachten op de juiste manier verdelen. En ze hebben de auto zelf op deze manier voor u geënsceneerd en u ziet het ook, het is niet het makkelijkste klusje. Maar dat betekent wel dat we alles inzetten om veilig en verantwoord. En soms met eenvoudige dingen, gewoon even een blikopenertje gebruiken om het dak open te rijden. Aan de voorkant wordt de dakspijl en de deurspijl ingeknipt. Collega's van de politie hebben natuurlijk inmiddels de tenaamstelling afgezocht en kijken of daar nog bijzonderheden in zitten als het gaat om nazorg. Bereiden zich ook voor hoe straks het incident moet worden afgehandeld. Eventueel onderzoek waar verkeersonderzoek voor zou kunnen komen als het nodig zou zijn. En hebben vooral afstemming tussen de ambulancedienst, politie en de brandweer zelf. Als het dak helemaal los is, dan moeten natuurlijk nog even de ramen ruimer gemaakt worden. En met alle veiligheid die natuurlijk in onze auto's zitten, die natuurlijk voor uw comfort en veiligheid zijn, is het voor de hulpverleners natuurlijk precies het omgekeerde. Voor ons is dat weer een enorme klus om dat te open te krijgen en te benaderen. Er wordt constant verteld, u hoorde net herrie, en dat betekent dat we daarmee het slachtoffer informeren dat er zometeen wat gaat plaatsvinden, zodat de schrik van een reactie ook tot het minimum wordt beperkt. En dat men ook steeds op de hoogte is van de voortgang van de redding. Het kan zijn natuurlijk dat het slachtoffer niet bij kennis is. Dan vertellen we dat toch. Want ook dat is gebleken dat ondanks dat iemand
mogelijk toch niet bij kennis is, dat later toch op een bepaalde manier heeft ervaren. En dat betekent dat communicatie hier het allerbelangrijkste in is, meenemen in de voortgang van de bevrijding. En nou ligt de auto er natuurlijk nog mooi bij, maar soms zitten ze ook wel eens om een talud heen of hangen half op een boom. Het staat meestal niet in de parkeervakken geparkeerd bij dit soort ongevallen. Dus complexiteit van bevrijden vraagt veel technisch inzicht van hulpverleningsdiensten en creativiteit als het gaat om manier van benaderen. Daar wordt natuurlijk de afgelopen door de brandweermannen veel op geoefend. Structureel, zowel zelf als brandweer, maar ook met andere diensten. Zodat we snel, efficiënt en veilig ook slachtoffers kunnen bevrijden. En het incident ook vlot en veilig kunnen laten verlopen. Het dak wordt nu opengevouwen en u ziet daar het slachtoffer op de grond in de auto liggen. Die is ook afgeschermd met een bepaalde folie eromheen. Die folie zorgt dat er geen glassplinters of staalsplinters naar de persoon kunnen komen. Er wordt nu bepaald dat als alle gevaarlijke delen weg zijn, dan gaan we met die gele hoesjes die u ziet de scherpe kanten afdekken. Daarmee voorkomen we dat slachtoffers nog een extra verwonding, maar ook de hulpverleners een extra verwonding kunnen oplopen. Dus alles wat nu een scherpe deel heeft, wordt afgeschermd met die hoesen. Dat zijn speciale hoesen die dat ook aankunnen. Er is overleg met de politie, want een van de dingen die altijd bij incidenten of ongevallen plaats heeft gevonden, dat het slachtoffer, als dat kan, altijd de afloop zal moeten blazen. Of dat nou in het ziekenhuis is of ter plaatse, dat is een procedure die bij de politie geldt. Het slachtoffer wordt nu op de plank gelegd, op voorbereid. Schuiven hem zometeen vanaf de plank op de plank naar boven toe. Nu wordt natuurlijk ook gekeken of de voeten niet tussen de pedalen bekneld zitten. En soms moet je ook geluk hebben natuurlijk, anders heb je nog een klusje erbij. En de snelheid van bevrijding gaat vooral als het gaat om, is het verantwoord om het slachtoffer op dat moment eruit te halen. Dus het is niet zo'n kwestie van hij moet er met spoed uit. Het belangrijkste is dat hij er veilig en medisch verantwoord eruit gaat. Samenwerking natuurlijk, slachtoffer wordt nu uit het voertuig getild. Dat zal samen met de ambulance gaan. Normaal gesproken tillen we hem naar een veilige situatie toe. En die veilige situatie is vooral natuurlijk bedoeld van, ik zie net een aspirantagent binnenkomen. Die doet ook even mee hier met oefening, heel goed, hulpagent. Oké. Okay. Iedereen die bij ongevallen druk is geweest, moet laten blazen. En dan laten we hem even blazen, hè. Dat is ook wel leuk om te doen. Zeker als je niet gedronken hebt op dit tijdstip, is het altijd fijn natuurlijk. En dat is echt leuk, dus we hebben ook bij een ongeval. Ik ga er nu moeten antwoorden op vragen die ik stel. Zeg maar. Oh, nu wordt het spannend. Zeg maar, je moet antwoorden op vragen die ik stel. Nee, je mag even door de gaan. Nou, daar gaan we hoor. Even blazen. Mag je blazen met deze stopje? Blazen. Stop maar. Dan kijken we naar de uitslag. Als er een P'tje staat. Als er een P op staat, is het prima. Als er een F op staat, betekent foute boel. Die meneer een halt, dan zeg je nog een fijne dag. En ik denk